Samenwerking tussen Suriname en de Verenigde Staten is belangrijk voor ons land. In teken van het voortzetten van de samenwerking vond gisteren het bezoek plaats van de generaal-majoor Julie Nethercott van de US Southern Command aan het ministerie van Defensie. Aan het eind van dit bezoek werd een Engagement and Cooperation Framework ondertekend. Minister Krishna Kumari Matsura van Defensie zegt dat deze samenwerking belangrijk is voor de veiligheid, stabiliteit en de kansen die het beide landen biedt. By working together, we can enhance our ability to deploy troops and resources where needed. Interagency integration is very important as security threats don't respect borders or boundaries. This framework fosters stronger collaboration between our military and civilian institutions, fostering a more united national defense. Strategic communication opens the door to a clear and impactful voice, which is essential to combat misinformation and build public trust through joint communication efforts. We can ensure that our citizens understand the importance of our cooperation. Het ondertekenen van het raamwerk stelt toekomstige samenwerkingen tussen beide landen veilig, zegt Robert Foucher, de ambassadeur van de Verenigde Staten in Suriname. Foucher meent dat deze samenwerking ook het beschermen van mensenrechten omvat, wat een belangrijk element is in het defensieapparaat. They can achieve anything we set our minds to, and this document will give us the path forward. Now, this document is just one of the many collaborative efforts between the United States and Suriname. Last year, we signed the Cooperative Situational Information Integration System Agreement for maritime and ground domain awareness. And this year, we look forward to completing the Aerial Intercept Assistance Agreement, which will improve information sharing and address our shared security challenges, not only in Suriname, but throughout the entire region. Met deze ondertekening is de samenwerking tussen Suriname en de Verenigde Staten met nog eens 5 jaren verlengd.